Hier, we hebben met blok wel succes kunnen bereiken. En we gaan nu naar inline blok. En daar kunnen we ook aan de slag gaan. En dat betekent dat we ook hier weer op dezelfde werkwijze te gaan. We hebben nog steeds het oorspronkelijke stijlblad. Dat laten we ook lekker staan, maar we vullen hem aan met een stijl specifiek voor deze pagina met inline blok. En de regelregel sections display inline. Dat heb ik bij de eerste blok, heb ik natuurlijk niet gedaan, inline streepje blok. De eerste pagina heb ik niet hoeven doen, natuurlijk, dat de elementen al blokken elementen zijn. En nu zijn ze inline blok, worden ze gemaakt. We staan op en we zien dat er nog wel wat wit blijft. Hier zien we dus dat de elementen al zijn. En we zien dus ook dat deze de complete breedte pakt. En deze zijn niet zo breed en die, ja, die staan andere al naast elkaar toe. En we zien tussen dit kleine stukje en daartussen zien we een klein tussenstukje. Tussenruimte. Goed, dit is natuurlijk niet het gewenste resultaat. We willen natuurlijk de elementen echt naast elkaar neerzetten. En daarvoor gaan we ze natuurlijk ook een breedte geven. En dan doen we dat ook natuurlijk op dezelfde vergelijkbare manier met blok. En dan geven we dus ook een width. En die geeft dus zetten we maar op 25%. En dan blijkt dus dat het wel aardig lukt hier zo. Maar ze zijn dan niet passend, omdat in die kleine tussenruimtes zitten. Je ziet tussen deze twee in ook in zitten. Hè. Dit is de eerste sectie en dat is de tweede sectie. Dit is de vierde sectie. En dus 1, 2, 3, 4. Dat ze eigenlijk ja, niet echt heel mooi zijn. Je kan dan nog wel gaan zitten rekenen. Maar je kan zeggen van weet je wat, we geven ze gewoon wat minder breedte mee. 24%. En dan staan ze allemaal hier. En dan zie je dus dat bij deze manier van werken, dat ze wel dicht, zeker naast elkaar neer te zetten zijn. Maar het rekenwerk is heel erg moeilijk. Je kan natuurlijk ook nog wel padding gebruiken. Dat is ook nog wel aardig. Je kan zeggen, je kan 24.2 nemen of zo. Of, ja. Ja, dus dat is natuurlijk ook mogelijk. En dan komen ze wat dichter tegen de rand hier. We kunnen ze ook nog wat marge geven. We kunnen ze ook wat padding geven. Dat vergelijk maar met de index waarbij blok gewerkt werd. Hier werd 20 pixels gebruikt. Ga ik ook met 20 pixels werken. We kunnen hier 23 pixels gebruiken en nog weer een marge met 1%. He, dus dat kan wel. Dus wat zijn we nou hier zo? Index 20 pixels. We kunnen het gewoon hier eventjes meenemen. We gaan natuurlijk ook met border box werken enzovoorts. Dus we nemen gewoon even deze gegevens over. En dan naast die inline blok natuurlijk. Dan geven we deze gegevens mee. En dan slaan we op. En dan staan hier de elementen nog niet helemaal. Even kijken, inline blok, float left, die kunnen we natuurlijk ook neerzetten, maar dat is eigenlijk toebedeeld aan het eerste element. Nu pas je ze er nu net niet hier meer tussen, je moet ze er nog een klein stukje kleiner maken, dus dan is het hier 22% en dan staan ze wel zo naast elkaar. Ja. Inline blok werkt dus wel redelijk. Je kunt ze naast elkaar zetten, je kunt met padding werken, je kunt met marge werken. Dat is allemaal dus niet het punt. Alleen die tussenruimtes die zijn erg lastig om te verwerken. Dus daar is die dus een beetje ondergeschikt aan de methode displayblok. We kunnen natuurlijk net zo goed ook weer van deze methode hier ook nog wel eventjes de main pakken. Natuurlijk om het wat mooier te maken, zodat de zaak wat beter staat hier zo. Ja, dus die main zetten we ook hier neer zo en dan... Dan hebben we deze afstanden die dus ook wel redelijk fors zijn. Maar toch zijn deze afstandjes weer een klein beetje groter vanwege die tussenruimte bij onze stukjes. Verder valt op natuurlijk dat niet de bovenkanten aan elkaar gelijk zijn, maar dat de onderkanten aan elkaar gelijk zijn. En dat klopt natuurlijk helemaal met ons verhaal van inline blok. Ze staan wel op een regel en de footer vormt nu in feite hier de regel. Floats zijn dus niet nodig, dat is een voordeel. Dus die clear en dat soort dingen bij de footer zijn dus hier absoluut niet nodig. Eigenlijk is deze manier van werken heel goed in te zetten voor bijvoorbeeld een navigatiemenu. Daar kan je natuurlijk ook heel goed weten van tevoren hoe groot ze zijn
En je wil misschien zelfs een klein stukje tussenruimte tussen de verschillende navigatie-items. En daar kan je wel degelijk werken met display inline blok. Goed, dus dat is het stukje voor inline blok. En dan gaan we straks naar de volgende video, naar Flexbox.